boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillon. Yo, boys and girls. En welkom bij alweer een nieuwe video. Vandaag gaan we reageren op de GTA 6 trailer. En ja, let's go. De Ron zit hier bij mij en ik ben hier dus de... Ja, ik neem dit op met mijn webcam omdat ik... En via OBS neem ik dit op. Omdat ik zoiets niet wil met, met mijn camera opnemen. Omdat ik dan deze direct kan editen via mijn editing software. Dus hier we go. We zitten dus may contain content. Inappropriate for children. Grand Theft Auto trailer. Grand Theft Auto 6 trailer 1. Mag ik niet in de stream komen, maar aangezien dat die trailer zijn actie is gedropt, gaan we die dus nu zo bekijken. Dus veel kijkplezier en ja, let's go. Oeh. The skyline van Vice City. Want het gaat in Vice City. Zijn denk ik. Hier is de skyline of Vice City. Wat kunnen we nog zeggen? Patriot Beer. Patriot is een nieuw biermerk in de game. Deze is vanuit het gevangen denk ik. Hier zien we palmbomen. Palmbomen, dus Vice City. Wat palmbomen, dus ja, let's go. Lucia, een van de main characters in de game. Die zit nu in het gevangen, in de prison van Vice City. En main character, we gaan het geluid al wat minder hard zetten. Do you know why you're here? Bad luck, I guess. Oei. Dus ja, hier is water. Een bootje zoals je ziet. Wat meer. De beach, het strand. Ziet er echt wel. Zoals je ziet, is de skyline. Is de stad veel groter als Los Santos. Rockstar Game Presents. En dat is de Dodo, geloof ik. En de Maverick. Dus dat zijn twee returning vehicles. De Dodo en de Maverick. Dus Dat is zo'n boot. Met een luchtboot of zoiets, zo noemen ze dat. In een moerassig gebied. Flamingo's of feest. En dan is deze. Ik weet niet eens hoe dat deze noemde. TGG heeft het uitgelegd. Ik volg TGG. Maar deze is eigenlijk zo'n beetje de. En hier zit ook een alligator of zoiets. Een krokodil of een alligator. Dus de jacked up man met zijn vriendin aan het wandelen, alleen aan het lopen met een chihuahua. Dus, en hier zien we de Supervolito en de Sea Sparrow, dacht ik. Wacht, even mijn de Sea Sparrow. Dus ja, en hier de Sea Sharks of zoiets noemen ze dat hier. Precies iemand dat met een pick-up truck een boot in het water moet laten gaan was. Dus ik hoop dat we dat ook kunnen doen in GTA 6. De boot in het water laten gaan en zo. Dat je ermee kunt varen met de boten. Zou wel nice zijn. Het strand is ook drukker bevolkt. Te zien als op GTA 5 op in Los Santos.
Ja. Oké, volgende shot. Hier zien we een vrachtschip. Een cargo ship. Hier zien we twee characters. Ik weet niet of dat een van de main characters is. Nog twee speedbootjes eigenlijk. Hier zien we, ik weet niet veel. Dus hier zitten we eigenlijk in de docks. Vice City docks of Vice City dock, ja. Zoiets. En daar zien we hier een brug. Hier zien we Kelly County, Vice City International Airport. Precies dat er iemand hier aan het filmen is, die daar Lucia aan het filmen is. Dus hier zien we dus veel van het nachtleven, van het nightlife eigenlijk. Naar het volgende shot. Deze is precies een lowrider en deze is precies een auto dat lowrider is. Een auto dat geliefd is. Hier zien we al een gang, geloof ik. Een gangmember. Ook weer die geliefd auto. Dus ik hoop dat we eigenlijk ons auto's kunnen modifieren, dat we die kunnen liften en zo. Ziet er een returning vehicle uit, maar ik weet niet eerst welk vehicle. Een motor, de Buddy 801 geloof ik, of 808, waste. De stripclub. Ik weet niet juist hoe dat die stripclub noemt. Ik heb het geweten. Twee gangmembers precies, die dat aan elkaar een hand geven. Misschien dat main characters komen, omdat die zo ingezoomd zijn in de trailer. Hier zien we nog eens een shot van Vice City in de nacht. Hier zit terug zo een jacht, geloof ik. Denk ik, ja, zo'n jacht. Hier nog wat jachten, dus de jachten komen ook terug. Heel de skyline van Vice City. We zitten hier op de docks, denk ik. Hier zien we zo'n tolhuisje, of hoe noemen ze dat in zo'n peagehuisje. Hier is een Grotti Turismo R, Grotti Turismo Classic. Dat is de Fisher Comet SR, geloof ik. Nog een variant van de Hellcat of Hellfire, zoiets. Gauntlet Hellfire. Returning Vehicle. Go-Cat D10, dus een Corvette C8. Hier is een soort van Lampadadi, een soort van Lamborghini eigenlijk. Een dronk of een dakloze man die dat er zit. Nightclubs zijn ook terug. Nightclub in Vice City zou nice zijn kunnen, als we die kunnen ownen eigenlijk, zoals in de online, zoals After Hours of zoiets noemde die DLC in GTA 5 online. Misschien dat we dat ook kunnen ownen in GTA 6 online. Hier zien we een vrachtschip. Nog een vrachtschip. Het zou eigenlijk wel nice zijn, moesten we daar eigenlijk kunnen stelen. Hier zien we nog wat jachten. Eigenlijk zou het nice zijn, moesten we dat kunnen stelen en er zelf mee kunnen varen. Nog een keer de dodo hier. Zullen veel mensen al wel op plaats gedaan hebben. Vice City, de Vice. Zoals hier in Los Santos Vinewood, dat is hier dus Vice het sign, dus ja. Een soort van TikTok of reels van GTA 6 eigenlijk. Hier nog eens zo'n alligator. Ja.
Ja. Momenteel over zeggen. Precies de Los Santos Tuners dat ik hier zie. Ah ja, Lonely Vice City. Dat je dan misschien dat er Tuners races en zo kunt zijn. Straatraces, underground series. Dus ja, zou wel nice zijn mocht dat lukken in GTA. GTA 6 eigenlijk. Nog eens die TikTok of die Instagram Reels. Of iets van dan live is. Ik weet het niet. Zou wel nice zijn. Moest je een winkel overvallen. En er komt ineens zo'n alligator binnen. Van, yo, hier ben ik. Ik kom willen opeten. Ja. Hier een politie. Ja. Een huiszoeking eigenlijk. Zou dat kunnen? Ik weet het niet. Misschien dat first person terugkomt? Ik weet het niet. Ik heb niet veel informatie. Ik zie juist de trailer, dus ja. Terug, zo, ja. Reels of TikTok dingen. Ja, terug zo'n TikTok of Reels. Ja, ik weet niet wie dat is. Iemand daar de fun van maken dat in zijn onderbroek de tuin zit water te geven of de planten zal water te geven. Trailbilly Mud Club. Dus een offroad series gaat hier ook in komen, denk ik. Weer al iets van TikTok of Reels waarin ze live zijn. Who's back? Hier zien we policies. Iets van antidepressiva, cures emotions. Dus ja. The only way. Hier is zo'n. Ook de main character. Ik weet niet wat zijn naam is. We're gonna get through this. Ja. Ook zo'n ene. Dat precies onder drugs is, zo. This is by sticking together. Dirt by gang. Ja. Meer kan ik niet zeggen. Dirtbag, dirtbags, ook weer die politiewagen. Weer politie's, alle flikjes. High Rollers Lifestyle. Ja. Misschien dat hier nog iets mee kan gebeuren, ik weet het niet. Lucia en zijn naam ben ik vergeten. Precies een nieuwe wagen misschien, of een returning vehicle, ik weet het niet. Hier zie je ze in bed liggen, ja. Trust. Trust. En hier zie je ze een winkel overvallen. En hier is het logo. Grand Theft Auto 6. En het komt uit in 2025. Dus fiscaal jaar 2024. Dus dat betekent voor april 2025 dat het uitkomt. Normaal gezien. Je hoort het van mij eerst. Voor april 2025 is deze game uit. Dus ja. Wat vond ik van deze trailer? Ik had die natuurlijk al gezien in de ochtend. Ja. Het was eigenlijk wel een leuke trailer om op te reageren. Ik heb hier heel wat van genoten. Sorry, nogmaals dat ik zonder camera opneem eigenlijk. Dat ik eigenlijk gewoon met mijn webcam opneem. Maar ik wou dit doen. Mijn camera is nu plat, denk ik. En ik wou rap deze video opnemen. Normaal ging ik op streamen, maar nu hebben we 13 minuten. Allee, bijna 14 minuten video. Waarin ik dus deze video aan het opnemen ben. Dus ja. Ik wil jullie guys bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video. En ik zie jullie guys in de volgende video maar weer. Dat gaat dinsdag zijn. Met een EAFC video. Deze video komt op vrijdag online. Ik weet niet waarom, maar deze video komt op vrijdag online. Zodat ik dat op vrijdag nog kan editen. Ah, donderdag. Woensdag of donderdag nog kan editen. Dus ja, ik zie jullie guys vrijdag. Alleen nee, dinsdag met een video. Over, ja, EFC. Dus ja, let's go. Een van de laatste EFC-videos. Dit jaar, let's go. Bye bye. Yeah.